welkom bij weer een nieuwe video. Zoals jullie zien staat de Maxi Cosi er weer. Eefje ligt hier. En ik ga jullie laten zien hoe ik Eefje in de Maxi Cosi doe. Dit is de eerste keer dat Eefje in de Maxi Cosi gaat. Schuif jullie iets meer die kant op. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En nou, als allereerst de gordels, die doen we zo goed. Zo. Dit is dus de eerste keer dat ik haar erin doe. En dit is een 5-punt gordel. Dus het gaat iets anders als normaal gesproken. Normaal heb je een 3-punt gordel, dus zo en zo. Maar ik heb hem ook aan de zijkanten. Kijk, zo. Zie je? Hier zit ook nog gordel. Ik doe het altijd eerst deze. En zorg dat je dit hebt, want dan beschermt het nekje. Bij een echte baby doe je dat ook. Haar een beetje netjes. Zo. Ik deel de beentjes altijd op, want het is altijd een beetje krappies. Het boxpakje is een beetje te groot, maar dat maakt niet uit. Het gaat er nu om hoe ik haar in de Maxi Cosi natuurlijk doe. En dan pak ik die. Zo. En klik. Kijk ik of het niet strak zit. Nou, dat zit perfect. Zo. Zo, daar zit ze dan. En zoals jullie hebben gezien op mijn Facebookpagina, heb ik mijn kanaal weer veranderd. En binnenkort komt een roomtour. Een nieuwe. Want mijn bed staat nu aan de overkant, waar dus het wiegje stond en de commode. Hier stond de commode, waar nu ongeveer mijn bed staat. En dat staat nu aan de andere kant. Dus ja, waar mijn bed dus eerst stond, daar staat nu dus het wiegje. En ik heb er nu ook een iets ander bedje gemaakt voor Eefje. En over een tijd, ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar dan krijg ik, dan ga ik kasten kopen. 2 nieuwe kasten, kledingkasten voor de jongens 1 en voor de meisjes 1. En dan krijgt ieder hun eigen wiegje, dus 4 wiegjes. En dan is het dan is het dus 1 deel voor de meisjes van de kamer. Met kledingkast en zo. En dan ieder een eigen wiegje. Of ik moet een box vinden die 80x80 is in de binnenmaat. Dat kan ook nog. Ik weet wel een site. En dan de andere kant van de kamer voor de jongens. 2 wiegjes. En dan een kast met hun kleding. En ik wil nog even iets zeggen. Ik vind het erg jammer dat er iemand zo naar bezig is, om het maar zo te zeggen. Iemand die doet bij een aantal, bij de nieuwste video's, doet hij iedere keer een duimpje omlaag. En dat zijn 2 personen, want er is 1 persoon die heeft het bij de video van Fientje en Maxi Cosi doen. Heeft een duimpje omlaag gedaan. En bij de een van de nieuwere allemaal een duimpje omlaag. En dan ook nog 2 zelfs. Dus er zijn 2 personen die dat doen. En dan wil ik zeggen tegen jullie. Waarom kijken jullie mijn video's? En waarom hebben jullie niet het lef om te reageren? Als jullie geen lef hebben, dan rotten jullie maar lekker op. Sorry, maar ik vind het echt belachelijk. Als jullie mijn video's niet leuk vinden, kijk dan niet. Oké? Dat wilde ik even zeggen, want ik vind het erg jammer. Want dit is een hobby, dit zijn geen echte baby's. Kijk maar, dit is niet echt. Zie je? Het is niet echt. Het zijn poppen, mensen. Als jullie niet weten wat het zijn, kijk er dan niet naar, oké? Bedankt. Stop alsjeblieft met die duimpjes omlaag. Stop er gewoon mee. Als je het niet leuk vindt, kijk het gewoon lekker niet. Kijk lekker iets anders. Nou, dat wil ik even zeggen. En ja. Dus ja, weet je, zolang het waait en vies weer is, ga ik niet naar buiten. Kan ik geen video's opnemen buiten. Dus ik ga proberen om wat meer video's binnen in mijn slaapkamer te maken. Jullie krijgen nog een roomtour. Maar wel alleen een roomtour van deel van de baby spullen. En niet mijn slaap, niet mijn bed en mijn tv en zo. Dat hou ik privé. Dat hoeven jullie niet te zien. Dat is nu is het nog een beetje een rotzooitje. Maar dat maakt niet uit. Maar bedankt voor het kijken. En als je deze video leuk vindt, doe een duimpje omhoog. Als je de video niet leuk vindt, kijk hem dan niet. Vergeet niet te abonneren, want we zijn bijna nog heel even. En we zijn nu al op de 64 abonnees. Echt super bedankt daarvoor. Nog even en dan zijn we bij de 100. Yes! En dan gaan we een winactie doen. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. Als je deze video leuk vindt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet op het belletje te klikken. Mis je nooit de video meer. Doei. Dag. En mensen, het zijn poppen, hè. Het is een hobby. Doeg.